Het unieke karakter van Marken is dat het een heel kleinschalig eilandje is, wat een hele grote historische plek inneemt in Nederland, midden in een heel groot watergebied. Mijn man en ik hebben heel lang al een zeilchartenbedrijf. Daar varen we mee met gasten die het leuk vinden om te zeilen op het IJsselmeer, Waddenzee, Zeeland. En daarnaast hebben we een hele kleine bed and breakfast op Marken. In 1916 is hier een hele dramatische overstroming geweest. Maar in principe is natuurlijk de situatie rondom Marken alleen maar verbeterd sinds 1932, want hebben we een afsluitdijk gekregen. Een paar jaar later hebben we de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad gekregen. Dus op zich is de bedreiging zoals die vroeger was een stuk verminderd. Alleen is het onderhoud in de laatste jaren rondom deze dijk zo slecht geweest dat we nu op een bijzonder laag dijkje wonen met af en toe wat kritieke punten erin. Sinds 2007 in ieder geval wordt er gewerkt aan een nieuw plan dijkverzwaring. Daar wordt heel veel over vergaderd, er wordt heel veel gesproken. Inwoners mogen ook meedenken en meespreken. Maar af en toe krijg je toch het gevoel dat het vooral aan de zijlijn is en dat je werkelijke verhaal niet helemaal doorkomt. Als je vanuit het hoogwaterbeschermingsplan werkt aan veiligheid, dan moet je aan bepaalde maatstaven voldoen. En dat is op zich natuurlijk hartstikke goed en begrijpelijk. Daar is ook niemand tegen. Maar er kwam een gedrocht van een dijk uit, want het was veel te duur. En niet inpassend in dit landschap dat dat in een heroverwegingsfase is gekomen doordat er een project is gestart, een pilotproject. Het heet Meerlaagsveiligheid. Daarvoor zijn drie lagen bedacht. De één is natuurlijk gewoon de basissterkte, de dijk. Twee is fysieke aanpassingen in de omgeving, zodat je zones kan maken die eerder beschermd moeten worden dan andere. En daarnaast is er dan nog het calamiteitenplan. Voor Marken is er best wel goed naar gekeken, maar Markens houden gewoon vast aan in de eerste instantie gewoon een veilige dijk. En naar de andere oplossingen willen we heel graag kijken en graag meedenken. Maar die dijk is gewoon een hele basale veiligheid, dus daar willen we gewoon wel aan vasthouden. Het is nu afwachten wat er dan wel gaat gebeuren en de plannen die er nu liggen. Nou ja, daar ben ik nog niet erg enthousiast over. Ik hoop voor de toekomst van Marken dat we een mooie waterveilige dijk krijgen die past binnen het landschappelijke schoon hier. Dat zou het allermooiste zijn.